Ik ben Lina, 11 jaar en ik woon in Culemborg. Door mijn autisme word ik bijvoorbeeld heel boos. Als iemand eigenlijk geen gelijk heeft, maar hij denkt van wel. Dat irriteert me altijd. Maar ik kan me ook heel blij voelen. Van mijn familie. Hond en beste vriendin. Timo is de liefste hond ooit en het is mijn beste vriend. Hij helpt me altijd als ik boos, bang, verdrietig ben. Het is een soort hulphond. Timo heeft eigenlijk ons uitgezocht. Hij kwam het eerst naar ons toe. Toen hij nog een pup was, kwam hij het eerst naar mij toe. Het liefst aan hem vind ik dat hij altijd kusjes geeft als je binnenkomt en heel hard gaat kwispelen. Het is een hele blije hond en daarom mijn grootste vriend. Het is gewoon een lieverd. Ik ga naar de kinderdeeltijd van het Dr. Leo Kanderhuis om te leren hoe ik met mijn autisme om kan gaan. Zelfvertrouwen trainen en het gaat al een stuk beter. Als iemand wat kiest en moet het samen beslissen, dan, en hij beslist het, dan moet ik wel zeggen zo van, mag ik niet mee beslissen, zoiets. Ik word of uitvinder of kledingontwerper, ik kan nu nog niet kiezen.